De advocaten Raoul Lobo en Merwin Dubois hebben de kantonrechter gevraagd het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren voor het willen vervolgen van Farhanas Husseel, voormalig directeur Legal Compliance and International Affairs van de Centrale Bank van Suriname. Dit gebeurde gisteren bij de voortzetting van de behandeling van de veelbesproken strafzaak. Dubois zegt dat de verdediging bij haar standpunt zal blijven tot het eind van deze zaak. Wij handhaven ons standpunt welke we vanaf het begin hebben ingenomen. Namelijk dat mevrouw Husseel in deze helemaal onschuldig is. En na drie weken door is daar dan niets veranderd. Wij zijn nog steeds even sterk de mening toegedaan dat mevrouw Husseel helemaal onschuldig in deze is. Het verzoek tot niet ontvankelijkheid hebben wij gedaan omdat dat is meer vanuit het pleidooi van meester Lobo. Dat het OM ergens voorbarig is geweest om die anticorruptiewet in deze toe te passen. Of te doen toepassen op mevrouw Husseel. Nou, we hebben niet alleen de niet-ontvankelijkheid gevraagd. We hebben dus een zekere stappenplan gehad. Als één niet gehonoreerd wordt, moet de rechter wel kijken naar de volgende. En dat is dus de nietigheid van de dagvaarding. Daarmee begin je eigenlijk eerst. Wij vinden dus dat die dagvaarding niet duidelijk genoeg is. Waardoor we dus de nietigheid hebben gevraagd, daarna de niet-ontvankelijkheid en daarna de vrijspraak. De juristen zijn ervan overtuigd dat de handelingen die hun cliënt heeft gepleegd niet vallen onder het strafrecht, maar onder het bestuursrecht. Lobo zegt dat de anticorruptiewet, welke is meegenomen door de officier van justitie, helemaal niet van toepassing is in deze kwestie. Dubois is dezelfde mening toegedaan. De benadering van meester Lobo is vanuit het bestuursrechtelijk. Hij heeft de mening toegedaan dat de wetgevende anticorruptiewet een commissie, een orgaan genoemd heeft. En heeft aangegeven dat dat orgaan mensen benoemd moet worden. En dat dat een aspect is welke dus de toepasbaarheid van die wetgeving eigenlijk vertraagd heeft. Althans, die commissie was ten tijde van de inverzekeringstelling van mevrouw Husseel nog niet benoemd. Dus dan zou je dus naar de mening van meneer Lobo die wet niet kunnen toepassen, omdat de commissie in principe het verwijt van corruptie niet heeft kunnen toetsen om daar een advies uit over te brengen. We hebben toen gepleit, we hebben antwoordpleidooi gehouden gisteren. Daarna krijgt het Openbaar Ministerie weer de gelegenheid op ons pleidooi te reageren en dan krijgen wij ergens in augustus de laatste gelegenheid om onze reactie daarop te geven. En dan gaat de rechter zitten en dan gaat ze dus alle feiten en omstandigheden en standpunten meenemen om tot een oordeel te komen. De advocaten hebben andermaal gepleit voor de vrijspraak van Husseel. Bij de volgende zitting zal het Openbaar Ministerie het woord voeren. De kantonrechter zal in augustus ingaan op de voordrachten van beide partijen. Als alles volgens planning verloopt, zal in augustus meer zicht zijn op het einde van deze zaak.